De gemeenteraadsverkiezingen. 21 maart is het al zover. Weet jij al wie je gaat stemmen? Of vind je het ook zo lastig? Om jou te helpen hebben we alle Bornse partijen gevraagd naar hun standpunten over openbaar vervoer. Openbaar vervoer is van essentieel belang in een kleine gemeente als Borne met een forense functie binnen de regio. We hebben een station in Borne liggen, centraal in het dorp, waar je makkelijk bij kunt. En met behulp van openbaar vervoerfietsen, van de OV-fietsen, kan iedereen makkelijk zich verplaatsen door Borne. Wij als VVD willen deze functie graag verbreden, zodat meer mensen met de fiets door het dorp kunnen vanaf het station. Echter zijn er nog twee problemen met het spoor. Op dit moment zijn er vrij veel storingen met de slagbomen. Wij willen ervoor zorgen dat er de komende 4 jaar en daarna ook minder storingen zijn en dat de storingen die er wel zijn sneller worden opgelost. Verder zijn we voor minder gevaarlijk transport op het spoor, zodat de Bornse inwoner zeker is van een veilige omgeving. Verder hebben we de buurtbus weten te behouden de afgelopen jaren. En dit willen wij ook zeker in de toekomst kunnen garanderen.